Hier zijn onze gastheren, Louis Gauthier en Gerard. Geef ze een hartelijk applaus. Dit is het Klankcafé met Louis Gauthier en Gerard met DT. Een eigenzinnige live show vanuit Arti et Amicitiae in Amsterdam. Over klassieke muziek in de wereld van nu. Ja, mensen, goedemiddag. Ik ben Louis Gauthier en welkom bij het Klankcafé. Een maandelijkse radio- en talkshow over klassieke muziek in de wereld van nu. Ik ben Gerard. Veel plezier met het aankomende uur. We willen graag dat je je vermaakt en ontspant, dus loop tijdens de show gerust naar de bar voor een drankje. Stoot iemand aan als je ergens intens van geniet. En als je behoefte hebt tot dansen, dan is dat ook bij deze toegestaan. En ja, zeker. En jongens, we hebben voor jullie deze maand ook weer een geweldige show samengesteld. En we hebben namelijk ook drie prachtige vrouwen. En die komen voor jullie allemaal optreden. En ook een reportage over Arabische muziek. Ja, en dirigent Jan-Willem de Vriend vertelt het enige ware verhaal achter het gebruik van darmen snaren. Er zijn boeiende interviews en na afloop de inmiddels beruchte nazit. En nog veel meer. Kortom, veel plezier. Heel veel plezier. Louis, yes. Elke show, elke maand beginnen we met iets wat ons is opgevallen in de afgelopen maand in de wereld van de klassieke muziek. En ik zie dat jij al een paar kekke foto's klaar hebt liggen. Ja, het was heel leuk. Van de maand was ik aan het struinen in Amsterdam. En dat kennen jullie misschien ook wel, dat je lekker door de stad aan het bezig bent. En ik kwam in een zaak, Cine Canon. En dat is een filmshop. En toen kwam ik toevallig een persmap tegen van Amadeus, die film uit 84. En dat deed mij weer denken. We hebben namelijk een thema, gaan we jullie zo meer over vertellen. En toen dacht ik ineens aan een stuk van Mozart, een opera. En dat heet namelijk De Ontvoering uit de Harem. En dat was denk ik wel een leuke bridge naar de uitzending wat wij nu gaan doen. En ik wil jullie daar wat van laten horen, want het heeft een heel apart verhaal. Toen Mozart daarmee bezig was, was het een gewaagd project. Maar het is ook niet een heel geslaagd project geweest. En ik kan me wel voorstellen waarom. Dus ik zou zeggen, laat even horen hoe dat klinkt. Dat je denkt, ja, wat gebeurt daar eigenlijk? En zo'n schreeuwende vrouw als een soort van Nina Hagen. En dan zo'n bariton eromheen met een rare tulband op. En dat je denkt, nee, dit is niet echt iets. Maar het spreekt mij ook niet echt nee. aan. Nee, ik heb de LP en die wordt bij ons thuis als onderzetter gebruikt. Ja, dat is misschien wel goed. En jij hebt natuurlijk ook nog iets moois beleefd vorige maand. Jij was in Marokko met Arabische klassieke muziek. Wat heb je gemaakt? Ik was in Marokko als artist in residence. En ik heb daar muziek gemaakt met de band Kelma en de zanger-acteur Faisal Azizi. En toen ik daar de tweede dag door de stad liep, hoorde ik een aantal percussieve klanken. En er zaten een paar mensen buiten op straat muziek te maken. En ik raakte in gesprek met Faisal over van, goh, wat deze ritmes doen zo Afrikaans aan. En hij vertelde toen zo'n fascinerend verhaal over de oorsprong van Marokkaanse volksmuziek en hoe dat op een gegeven moment door de Moren naar Spanje is gebracht. Ja. En ik ben daar een reportage over gemaakt voor jullie. En het is eigenlijk de oorsprong van de Europese klassieke muziek is door de Arabieren eigenlijk naar ons continent gebracht. Ja. En daar hebben we een reportage over gemaakt. En we gaan er even naar luisteren om ook een beetje de hele uitzending ook in de context te zien. Dus dan kunnen jullie alles straks veel meer begrijpen. Wat speelt er in de wereld van de klassieke muziek? Vandaag gaat Gerard op pad met... In februari van dit jaar nam ik deze straatmuzikanten op in Rabat, Marokko. Ik raakte gelijk geïnteresseerd in deze ritmes, omdat ze zo Afrikaans aandeden. Na wat research en navraag ontdekte ik dat de Marokkaanse bevolking bestaat uit een mix van Afrikanen, Spanjaarden, Perzen, Portugezen en Joden. Hierdoor is de Marokkaanse muziek een mix van allerlei stijlen geworden. Afrikaanse nomaden trokken door de Sahara en eindigden hun reis in Marokko. Zij namen de typerende tribale ritmes uit Afrika mee. Het is ongelooflijk,
Maar de straatmuzikanten speelden exact hetzelfde tempo en exact hetzelfde ritme als in het fragment van deze Marokkaanse muzici die een lied over Marrakesh zingen. Je hoort eerst de straatmuzikanten en dan komt het lied erbij. Een deel van het ritme wordt daarna geklapt. In de geschiedenis van de Arabische muziek dook, kwam ik er al snel achter dat de Europese klassieke muziek zoals wij die kennen, direct voortkomt uit de Arabische oudheid. De Perzen bespeelden eeuwen geleden een instrument genaamd de rebab. Dit instrument bestond uit een klankkast en 6 snaren. De rebab werd ook wel fedel genoemd. De fedel werd rechtopstaand op een knie bespeeld. Maar doordat veel Spanjaarden dat niet wisten, hielden zij hem onder hun kin. Ze begonnen de fedel na te maken, in allerlei grotere formaten. De cello en contrabas, zoals wij die kennen, komen dus direct voort uit deze Arabische fedel, oftewel viool. U hoort hier een fedel. De Perzen hebben ook een instrument dat tar heet. Tar betekent snaar. De gitaar waar Bob Dylan op speelt is dus geen guitar, maar rechtstreeks afkomstig van deze Persische oervorm genaamd titar. Een ander Arabisch instrument is de oud. Deze oud werd ook meegenomen naar Europa, dat later in de Europese klassieke muziek werd gebruikt als luid. Oud, loed, luid. Deze luid werd enthousiast gebruikt door de Franse troubadours, die van stad tot stad gingen om hun boodschappen in liedvorm te brengen. Anno 2014 hebben we nog steeds troubadours. Ze heten nu Leonard Cohen, Daniel Lohuis of Douwe Bob. Nog even terug naar Arabische muziek. We gaan luisteren naar een stukje Arabische klassieke muziek gezongen door Asala Nasri. We gaan nu naar 1830, Lissabon. Arbeiders van de boten bezingen hun smarten, hun fatum, wat Latijn is voor lot, in de kroegen. Begeleid door een nieuwe versie van de oud worden in het Portugees de lotsbestemmingen en smarten bezongen. Een nieuwe muzieksoort is geboren, fado, afgeleid van fatum. We sluiten af in een land dat van grote invloed is geweest op Arabische muziek, Turkije. We luisteren naar Karsu. Ze speelt hier piano, een instrument dat in Europa is uitgevonden. Met een violiste die haar begeleidt terwijl ze haar viool onder haar kin klemt, de Europese manier. Het blijkt dus dat Arabische klassieke muziek springlevend is. Het is de popmuziek die je bijvoorbeeld in Marokko op de radio hoort. Of de muziek die Karsu maakt. En zo is de cirkel weer rond en begint hij steeds weer opnieuw. En wat zou het klankcafé zijn zonder live muziek van Karsu? Als jong meisje was ze namelijk gefascineerd door klassieke pianisten. En later kwam de jazz en de blues. Ze speelt piano, zingt, schrijft en componeert. De Carnegie Hall in New York en het Noorse Jazz Festival gingen ons voor. Vanavond staat ze ook nog in de Kleine Comedie. Maar vanmiddag is ze in het klankcafé. Graag nogmaals een warm applaus voor Karsu! En wat ga je spelen? Sorry? Mistress. Oké, Mistress. Within my heart,
for love. Now, now, counting the pieces of my broken heart. You have never known the man above, 'cause I'm torn apart, and his hands are still around my waist. Our love isn't dizzy. The one you know is about to die. I'm lying on the floor with my red dress on. I don't really know what's going on in your life, but baby, your wife ain't me. Begin at midnight. Oh. When the sun has enough, the moon turns blue. It will be time to leave your wife. Please love me, love me like a wonderwall. I'll promise to give you all. Catch me, I'm about to fall. Kiss me, love. I'm torn apart, but his hands are still around my waist. Our love isn't easy. Duizend mensen. Hallo. Hi. Welkom. Hi. Wat een prachtig mooie inleiding zo van het Klankcafé. Om jij met je hoop te beginnen. Thanks. Je bent vandaag onze jongste muzikant. Oh ja? Ja. Oh, en okay. Ik vroeg me af, waar komt jouw drive vandaan? Je hebt al zoveel gedaan. Kan je daar wat over vertellen? Ja, oh. Nou, het was nooit de bedoeling om muzikant te worden, hoor. Ik wilde psycholoog worden. Heb ik ook een tijd gestudeerd. Ik wilde de politiek in. Ja. Ik wilde prinses worden. Maar prins Willem-Alexander was te oud. Dus voor alles, want dat ging niet door. Toen dacht ik, nou ja, ik vind muziek maken best wel leuk. En ik had klassieke piano gedaan. Toen in New York, toen
kwam ik eens in aanraking met jazz. Dacht ik, wauw. Ja. Maar heel gaaf. Laat ik het een keer proberen. Hoe kom je zomaar in New York dan? Ik heb een tijdje ook gestudeerd in Rhode Island. En de Amerikaanse ambassade had me toen een beurs gegeven. En die hoorde dat ze toen ook muzikanten zochten voor een project in Carnegie Hall. En dat heb ik toen gedaan toen ik 17 was. En ik ben toen 2 keer teruggegaan om daar weer te spelen. Ja. En dat hele muzikale, van komt dat ook vanuit je familie en je ouders? Ben je echt met muziek opgegroeid thuis? Ja, zeker. Mijn ouders komen uit Turkije, maar ik ben met heel verschillende soorten muziek opgegroeid. Heel veel met klassieke muziek natuurlijk, maar ook met reggae. En mijn zusje luistert heel veel hip-hop, dus die is totaal een ander meisje dan ik. Ja, met heel verschillende muziekstijlen ben ik opgegroeid, ja. Ja, oké. En jouw moeder is manager. Hoe is dat dan met je moeder samen te werken? Ik kan me veel voorstellen dat best wel soms het een en ander veroorzaakt. Ja, ik snap dat je dat denkt. Maar ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Ik heb een half jaar heb ik in 13 landen getoerd. En op een gegeven moment waren we in Brazilië, in Sao Paulo. Ja. Mijn koffer was weg. Gelukkig heeft mijn moeder, hebben we dezelfde maten. Kijk, ze staat daar. Ze is nog zo, woep, als ik. En op een gegeven moment was de jurk gescheurd. En er was geen eten. En er was dit. En op een gegeven moment, mijn moeder was de naaiste van mijn jurk. Mijn moeder was kokkin. Dus het is alles in één. En het is je vriendin. En als ik vrije tijd heb, dan kunnen we shoppen. Het is kan niet dat jij de manager bent, dan kan ik niet met jou doen. Gezellig. Nee, dat is... Nou ja, dat weet je helemaal niet, trouwens. Nee, ziet er goed uit, dus we kunnen wel een keer shoppen. Nou. Weet je wat het is? Je hebt natuurlijk Turkse roots, maar je maakt ook heel veel diverse stijlen muziek. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Door mijn jeugd, omdat ik heel veel muziekstijlen heb gehoord. En op mijn 19e gaf ik voor het eerst een optreden. Het was in, een muziekgebouw aan het IJ. Het was net 19. En toen heb ik, let op hè, salsa gedaan, hip-hop gedaan. Ik heb reggae gedaan, ik heb fado gedaan. Ik heb Latino gedaan, ik heb Turks gedaan, klassiek en jazz en blues. En op een gegeven moment, toen kwam mijn boekster van Mojo naar me toe. Die zei, ja kind, kies er toch eens 2 uit in plaats van... Ik weet niet hoe ik je moet verkopen, kind, zei ze. Dus ik, oké. Uiteindelijk heb je dus een keuze gemaakt. Ja. Hoe noem je jouw eigen stijl? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja, maak toch eens een keuze. Karsu-stijl. Ja, het is rode draad is jazz. Okay. Met een vleugje klassiek. En het is wel grappig, heel veel mensen die me dan zien spelen... zeggen, we zien dat je klassieke scholing hebt gehad van het begin. En natuurlijk ook heel veel Turks. Ja. Nu hou je het zelf ook klassiek aan. Laten we even luisteren ook naar een paar componisten die jij heel mooi vindt. Ja, goed, leuk. Ja, wat hoorden wij hier? Ja. Je zit er helemaal in, zie ik trouwens. Ja, ik vind het... Ja, ik heb klassiek. Dus Chopin en de Nocturnes van Chopin. Ja. Dat is echt... en dat verwerk ik ook in mijn eigen theatervoorstelling. Ja, en dan heb je ook nog Beethoven. En dat vind ik zo indrukwekkend. Want heel veel... Er werd mij gevraagd van, heb je een stukje? En toen speelden we in Arnhem. En toen ging mijn saxofonist, die ging soleren. Maar die bleef op 1 noot de hele tijd. En ik veranderde met mijn... Het was een jazzstuk. Met mijn akkoorden veranderde ik. Zijn noot bleef hetzelfde. Maar omdat ik als basis mijn akkoorden aan het veranderen was... klonk het alsof hij ook ging zweven met zijn noot. Terwijl het eigenlijk gewoon hetzelfde bleef. Net hetzelfde als Moonshine. Dus het gevoel van je blijft echt met elkaar... Beleef je iets? Ja. Het ook grappige dat het zeg maar een paar honderd jaar geleden zo gecomponeerd is. En dat het toch op een of andere manier terugkomt. Zonder... dat we het afgesproken hadden, omdat het een solo was. Dus het was een improvisatiestuk. Okay. Daarom was het zeer interessant. Ja. En ik had begrepen dat je ook bezig bent om nu een nieuw album op te nemen. Ja. Wat heb je met Turkije om daar te gaan schrijven? Waarom doe je dat daar? Nou, mijn Turks is niet heel erg goed. Ik spreek zeker 4 talen. Maar dus sowieso was het om het Turks te leren. En een goede vriend, een muzikant, die heeft een studio in de Bergen. En daar heb ik ook een masterclass bij gevolgd. Alleen had ik nog niet...
in de gaten dat hij ook een muzikant was. Dus die lessen begonnen iets van 10:00 's avonds tot 3:00 of 4:00 in de nacht. Ja. En het was zeer indrukwekkend om nou de Turkse muziek ook echt te leren. En echt te leren dat je in Turkije ook verschillende gebieden hebt waar er dialecten worden gesproken en dat ritmes anders zijn. En dat ritmes van de zigeuners die rondtrekken door Turkije heel anders zijn. Dus zeer interessant, ja. En als je dat terugpakt zeg maar naar ons land, heb je dat ook hier een bepaalde plek waar je heen gaat? Nou, op het moment zit de studio gewoon in Zaandam. Ik weet niet of dat een bijzondere plek is. Ik weet het. Jij ziet daar ook verschillende ritmes? Nee. Dus je hebt het echt nodig om even dat exotische letterlijk... Misschien en om de taal wel beter te leren... Ja. Maar ook gewoon om het exotische uit het land te halen, precies, waar je roots zijn. Precies, ja. Het was studio's midden in de berg. En het grappige was, ik was er in februari... en ik zat in een veld van amandelbomen. En die stonden toen in midden in hun bloesemperiode. Dus dat was heel erg een soort van romantische sfeer, ja. All right. En nog eventjes voor straks. Je staat in een kleine komedie, heel kort. Wat ga je doen daar? Ik ga spelen daar. Nee. Ja, dat lijkt mij logisch. Maar wat met een band of alleen? Ja, met mijn eigen band. En ik sta voor het eerst in de kleine komedie. En het is vrijwel uitverkocht. Er zijn nog van 3-4 plaatsen over. Dus als iemand nog een kaartje wil, moet je heel snel naartoe rennen. Dat wilde ik net zeggen. Ja. En, maar ik speel ook nog verder in Philharmonie. En tussen Haarlem, in Den Haag en de Doelen Rotterdam op mijn verjaardag, 19 april. Nou, heel veel succes en heel fijn dat je hier wilde zijn. Ja, super bedankt. Okay. Dank u wel. Yes, oké. Okay. Karzoen, mensen. Karzoen. Zeventien jaar geleden blies Christina Branco de Fado nieuw leven in. Ze laat poëzie, tekst en de muziek van de Fado samenvloeien tot een authentiek en vernieuwend geluid. Met haar nieuwste album, Idealist, toert ze momenteel door Nederland en vandaag is ze bij ons beland. Christina Branco. We are very proud that you are here with us. Thank you. Christina, at the moment you're touring all across the Netherlands... And recently you've released a new record, Idealist. Yeah. How would you describe this record as a whole? Well, Idealist is an anthology of all that we've done for 13 albums and 17 years of road of touring. So it's a compilation of my favorite themes, the favorite themes of the audience as well, and the ones that really marked us during all this time. And you just told it's a record on which you look back onto your career until this far. Yeah. How did you experience all these years of performing, recording and singing? It's amazing. It's amazing. It's an incredible experience of life and professionally as well, because somehow I grew up personally also on stage and with all this mingling and getting to know other cultures and other people, and that really brings such a melting pot for yourself that I have the impression that I'm a much better person with this kind of life I have. When I started singing, I was 22, and you know, it was all brand new. So, of course, if I have done something else, it would be a different experience. This is very complete and all very quick as well. And is there like a lesson or like some wisdom you've learned during the years which you would like to share with the audience? Humility. Of course, and proud of my culture and my language, and always being grateful for what we have, because every time we step on stage, if you think of all that people that comes to us, and it doesn't matter if it's raining or how many kilometers they do, and they're there for us, they buy a ticket for us, and I have a huge respect for that people. Okay, that's great, because there are people from the northern part of Holland here that have traveled over 3.5 hours by train to see Jesus. You. So that's amazing. Thank you. Yeah. Thank you very much. Yeah. They come up from all across the country. Yeah. You said you were 20 years old, or 22 years old when you started. Yeah. When you chose to be a musician or a singer. Why? Like, what was the first moment you really... Did you wake up or did you... In the middle of the night with dream? Well, no. Was it a practical choice? Like, I have no job, let's start singing? Because no, absolutely. No? I was studying. I was finishing my degree in social communication. And I was already very keen on music and very into Fado. I was discovering a lot of musics by Amália Rodrigues with that all came from...
from a conversation with my grandfather. And I was really very emotional with the importance that Fado could have in my life and the way I was seeing music. And that's when I've started. But just because a friend of mine invited me to sing, and when I did it, because I was always refusing, and the impression I had was that as if something was turning on radically in my way of feeling, on my way of exposing myself. What about Fado? Were you born and raised with Fado? Sorry, I didn't understand your question. Are you raised and born with no. the Fado feeling? No, absolutely not. No. Fado came later in my life. I used to listen to different kinds of music. Yeah, but you have given a whole new approach to Fado music. And would you tell us something about it? Well, it's always difficult for me to say it, because I really that believe that it depends on other people. They should say what's their opinion. Mm-hmm. Because for me, as I was a listener of different types of music, my taste is totally eclectic. So I think I transported all that kind of listenings I was doing for several years into Fado. I also like to make the word a huge part of the process of singing, so everybody has to understand perfectly what I'm saying, the entire word till the end. So it's more of an interpretation, a poetic interpretation. And are you still fine-tuning that craft of blending all those influences into your own Absolutely. Unique Branco style? And mm-hmm. how do you find those poems? You have like a researcher, or and which poets do you like? Well, like how did you end up doing the poetry part of your? I always start with a title or with the thematic I want to record, and from that point I can ask a few friends or a few poets to write for me on that theme, or I can find different poetry from ancient poets. I can go till medieval age till nowadays. Yeah. Yeah. But besides that, you are also a very fond listener of classical music. Yes, I like. I listen every day. We heard your most favorite composer is Mozart. Yes. And let's hear something about him. A few pieces. Beautiful. Yeah. Oh no! Not again. It is great. It's good for children. One is a very heavy one. Yes. But I think one of the best, personally. But why Mozart for you? Would you please tell us something about it? I believe that Mozart really calms me down. And when I was pregnant, yes. I really got the impression that my children were calming down mm-hmm. close to this kind of sonority. Also next to the piano when I sing. Do you find Mozart as playful as children because he's so frivolous? Absolutely. Yeah. Yes, totally. They blend well, Mozart and children. Yes, okay. Definitely. That's my concept also over classical music. Okay, we understand. You are going now to play a second track for us. Okay. And tonight you are performing in Alkmaar. Yes. For also the people. You can go, it's not that far away. No, it's half an hour by train, so it's an amazing city. You come from there, right? I live there, yes. So, would you, a big warm applause for again Christina for Christina. Yeah. Yes. Okay. Go on. Okay. De klankkast. De klankkast. Heeft u cd's weggegooid van Beethoven? Valt u perfect in slaap bij Fauré? Of gaan uw haren recht overeen staan bij het aanhoren van opera? Bij de klankkast gaat Gerard het publiek in om eens te kijken hoe het met de smaak of de wansmaak staat van onze bezoekers. Ja, want wij willen graag ons publiek
beter leren kennen. En ik zag u bijvoorbeeld intens genieten van Cristina Branco. En bent u hier speciaal voor haar gekomen? Ik ben hier echt totaal toevallig gekomen. Ik liep voorbij, ik zag dat het concert nu was en ik ben er binnen gelopen. Kijk, daar houden we van. Fantastisch. Ja, fantastisch. En hoe bevalt het tot dusverre? Nou, ik vind het echt fantastisch. Ik heb thuis wat cd's van Cristina Branco, dus het was echt totaal toevallig dat ze hier kwam optreden vanmiddag. Nou, fantastisch, ja. En is het iets, denk je, van ik kom volgende maand weer, ondanks dat we dan Lavinia Meijer hebben? Ja, wellicht wel. Okay. Die ken ik verder niet, maar... Okay. Nou, het is een harpiste en je bent van harte welkom. Dus, okay. En ik vernam van jou zojuist dat jij 4 cd's van Cristina Branco hebt. Zijn dat 4 dezelfde of heb je gewoon de hele discografie? Er zijn 4 verschillende. Ik ken haar vanaf haar eerste cd in Nederland. Cristina Branco Canta Slauerhof. Een Nederlandse dichter. En ja, fantastisch. 10 vind ik haar geweldig. En hoe is dat nou om haar van zo dichtbij gewoon te kunnen aanschouwen? Ja, echt heel indrukwekkend. Ik vind het echt heel mooi. Ja. Geweldig. En kom je vaker bij het Klankcafé? Dit is de 2e keer. En als Lavinia Meijer komt, daar ik ook cd's van heb, ben ik er weer. Nou, geweldig. Kijk, we worden steeds euforischer hier. Nou heb ik nog 1 vraag. Ik heb nog 1 klein vraagje, meneer. U zat hier al om 3 uur vanmiddag. En dat spreekt ons erg aan. Maar vooral, waarom? Ja, ik ben uitgenodigd door mijn vriend om hier te komen. En ik dacht, ik ga gewoon op tijd hier plaatsnemen. En ik was hier gewoon, ja. Oké. Okay. Nou, ik dacht, dat is misschien een bijzonder... Misschien ben je een geobsedeerde fan of... maar je bent gewoon relaxed en je denkt, ik ga alvast op tijd zitten. Nee, ik heb haar wel eerder gehoord op YouTube, een filmpje. En toen dacht ik, ja, het is een mooie stem, ik ga vast naartoe. En ik ben speciaal uit Nijkerk hier naartoe gekomen. Kijk, fantastisch. Dus ze komen uit het hele land. Nou, wij zijn opgetogen dat we zulk leuk publiek hebben. En we gaan door naar het volgende item. De vriend van de muziek. Het Jan Willem de Vriend. Dirigent Jan Willem de Vriend vertelt met bevlogenheid en expertise over zijn werk. Elke maand vermaakt hij ons met zijn talent om de sleaze en dirt achter de wereld van klassieke muziek uit de doeken te doen. Deze maand het enige echte ware verhaal achter darmen, snaren. Iets wat hoort bij orkesten van deze tijd is wel dat we tegenwoordig stalen snaren hebben. Ja, stalen snaren ontstemt niet, blijft altijd dezelfde toonhoogte, ze klinken keihard. Nou, dat past goed bij ons beeld nu van de muziek, lijkt het wel. Nou, is het rare in mijn vak bij de orkesten, als ik daar kom, dan zeggen we ja, als we Bach spelen, Mozart, dan moeten we darmensnaren hebben. Ja, wat is er met darmensnaren aan de hand? Ze klinken wat zachter, dichtbij een beetje scherper, maar veel meer boventonen. Eigenlijk heel erg mooi, maar ze ontstemmen wel wat sneller. En zeker als het weer omslaat, ja, dan slaat je snaar ook om. Nou, is het dus zo dat we dus algemeen nu denken, als we oude muziek spelen, en dan hebben we het weer over Monteverdi, Bach en Mozart, gebruiken we darmensnaren, of dat doe je dan. Maar als je Mahler speelt of Bruckner, moet je stalen snaren hebben. Anders kan je die muziek niet spelen. Nou, woonde ik een tijdje in een huis bij iemand die jarenlang in het Concertgebouworkest heeft gespeeld onder leiding van Willem Mengelberg. En ik studeerde viool en ik had het met haar over snaren, zoals violisten dat eigenlijk altijd doen. En toen zei ik van, wat vindt u van mijn snaar? Toen zei ze, ja, Jan Willem, zou je niet beter een darmen snaar kunnen opzetten? En ik had zoiets van, maar dat past toch helemaal niet bij Tchaikovsky en bij Mahler, wat ik nu op het moment aan het spelen ben. Nou, zei ze, ik zou je wat vertellen. Willem, en dat was Willem Mengelberg, die wordt gezien als de grootste Mahler-specialist ter wereld, omdat hij goed bevriend was met Mahler en Mahler het Concertgebouworkest mocht dirigeren. Die was ooit eens aan het repeteren en de concertmeester was ziek. Ai, wat moest hij nou doen? Hij liet een fantastische concertmeester komen uit Duitsland ergens, vertelde ze me. En die kwam op met een prachtig glimmende viool met stalen snaren. Hij blonk zelf van trots om bijna aan het orkest zo te laten zien van kijk eens wat een mooie snaren ik heb. En hij begon te spelen en al na een paar maten tikte Mengelberg op zijn bekende manier af. Hij keek naar die viool en naar die man zegt, ja, dat doen we hier niet hè, in Amsterdam. Ga er maar weer af. En hij kon het podium af en netjes darmen snaren op zijn viool gaan doen. Want staal, dat past er niet bij. Ja, dat is wel eigenlijk helemaal in tegenspraak met zoals nu tegenwoordig de orkesten eigenlijk spelen en denken. A, is het podium van het Concertgebouw groter gemaakt om Mahler te kunnen spelen?
Het podium was nooit zo groot als nu, terwijl we Mahler spelen. We mogen absoluut geen darmesnaren gebruiken. Terwijl Mengelberg, ja, de bron zou je zeggen, zelf wilde dat met darmesnaren werd gespeeld. Zo blijft de muziek toch altijd weer interessant en boeiend om ermee verder te komen. Hey, in Merels Harem komen Italiaanse en Turks-Koerdische klanken samen, maar ook volksmuziek met een vleugje klassiek. Volgend jaar staat hun eerste theatertour gepland. Vandaag spelen ze in het Klankcafé. Merel, wat leuk dat je vandaag bij ons de gast bent. Ja, geen probleem. Thank you.
Wat een energie. Wauw. Ja, ja. Zijn er mensen die nog nazorg nodig hebben? Oké, dan gaan we verder met het interview. Hallo. Hallo. You're blowing us away, hè? Cool. We gaan er spontaan Engels van praten ook. Ja. Precies. Zeg, waar de meeste gasten in het Klankcafé al van jongs af aan bezig zijn met muziek, kwam dat bij jou pas later op een vreemde manier? Wat kun je daar vertellen eens? Ja, professioneel gezien kwam dat later, want ik ben afgestudeerd aan de toneelschool als actrice. Maar ik herinner me al van kleins af aan dat ik op de bank zat en dat mijn vader de sas speelde, de langhalsluit. En dat ik daar gewoon aan het luisteren was en mee aan het zingen was. En dat er dan een oom kwam en die kon dan ook gewoon heel goed sas spelen. En wat deed jij dan? Was je Barbie haar aan het kammen? Of? Ja, precies. Je deed mee. Mijn Barbie haar aan het kammen en aan het meezingen en meezingen. Luisteren. Ja. Ja. Dus het voelde heel natuurlijk. Heel natuurlijk. Maar pas tijdens de toneelschool kwam ik er ook wel achter van, oh ja, mensen vinden het mooi wat ik doe. Maar daarna pas, na het afstuderen, is bij mij toch een soort liefde gegroeid van, oh, maar ik zou ook heel graag naast het spelen willen zingen. Ja. En toen, hoe heb je dat vormgegeven, zo'n wens? En toen speelde ik in een voorstelling waarin ik een liedje mocht zingen. En zo heb ik Rijn van den Brink ontmoet, want die schreef daar de muziek voor. En bij de wandelgangen van Orkater heb ik Beppe Costa en Remco Sietsema ontmoet, die ook in mijn band zitten, de trekzak en de mandoline, maar die zijn er nu niet bij. En zo heb ik deze mannen ontmoet en vonden we het heel mooi. En ze komen allemaal uit, de ene is klassiek opgeleid, de ander komt uit het theater. En zo zijn we bij elkaar gekomen. En zo heb je je eigen harem gecreëerd, hè? Ja, meer als harem. Ja, precies. Ja. Zoek je nog meer mensen voor je harem? Ja. Zeg, wie speelt de basgitaar bij jou? Even kort erlangs. De basgitaar is Peter Sambros. Oké, geweldig. En de percussionist? Ja. Is Ian Rijksen. Oké. Yes. Zullen we heel even naar een paar audiofragmenten luisteren van muziek die jou beïnvloed heeft en die jou geraakt heeft door de tijden heen? Ja. Yatar gül harmanı gibi, canımın dermanı gibi, her yanında çiçek açmış, bin boğa ormanı gibi. Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim sen nerede Ey baran o barana Ey hay çomi macita Teniki henler tenge Teniki deskav tenge Teniki henler tenge Teniki beder zila Kaymi kirmi kagdeberi Teniki beder zila Zeg, we hoorden Sulfu Livaneli, Ahmed Kaya, Heja en Yamshi Tanek. Ja, dat zijn liedjes waarmee ik ben opgegroeid. Dat zijn allemaal soort linkse troubadours. Ik vind het heel mooi als ik dingen doe, en dat wil ik ook graag doen, die echt ergens over gaan, die iets betekenen, die iets aankaarten, die iets onderzoeken, iets wat uit de maatschappij waar we nu mee bezig zijn, omdat... Het is volgens mij ook voor jou volgens mij heel belangrijk, als ik dat ook zo hoor in je muziek, zodat je even in de reden val, maar dat je je energie kwijt kan met mensen. Want er zit zoveel energie ook in jouw stem. Ik bedoel, we hoorden hier net jouw zingen ook onversterkt. Je gaat gewoon met gemak boven die band uit. Ik bedoel, dat kunnen weinig mensen. Daar zeuren ze ook altijd om als we gaan repeteren. Dat vind ik heel knap, hoor. Dan kan je wel zingen, hoor. Dan zegt ze, zing wat zachter. Ja, ja. Maar, dat hoor je niet vaak. Het is meestal de drummer die zachter moet. Oh ja, ja. Je gaat zo nog één nummer voor ons spelen. En jullie zijn vanaf volgend jaar dan te zien, hè? Met de theatertour. Ja, volgend jaar april, mei. En als nou luisteraars denken, die Merel, die wil ik volgen, waar gaan ze dan naartoe? Omdat heb je een website of zijn Facebook? Ja, www.merelsharem.nl. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Ik doe het allemaal. Oké, verstandig. Doen we nog één track? Ja, dit en is dan, volgende nummer, die heet Ik Huil. Ik huil, ik huil. Ik huil een rivier. Mijn handen zijn zo koud. Ik verloor mijn ziel. Mijn ziel, mijn ziel. En al mijn plezier.
Ik huil, ik huil, ik huil een rivier. De bergen zijn zo hoog. Ik verloor mijn ziel, mijn ziel, mijn ziel. Wat doe ik nu nog hier? Vorig jaar was alles goed, gisteren nog oké, maar vandaag. Vorig jaar was alles goed, gisteren nog oké, maar vandaag val ik in. Ik huil, ik huil, ik huil een rivier. Het speelgoed is kapot. Ik huil, ik huil, ik huil een rivier. Want ik verloor mijn ziel. Helemaal vanuit Valkenberg, vanuit het zuiden van het land, hier naartoe gereisd. Nou, ik was van tevoren op de hoogte gesteld dat ik even wat moest zeggen. Dus bij deze, ik vond het werkelijk een geweldige aflevering van het Klankcafé. Geweldig! Wat vonden jullie daarvan? Ik hoor jullie niet. Ik hoor jullie niet. Ik vond het zo prachtig. En die fado-zangeres en dat actricetje. Oh, ik heb haar gezien in de Volkskrant. Oh, in Volkskrant Magazine op de cover. Was geweldig! Het was één groot feest. En volgende keer kom ik gewoon weer. Want weet je waarom? Weet je waarom? Weet jullie het al? Het was gratis. Het was gewoon gratis. En volgende keer kom ik weer terug in een boekenhotelletje in Amsterdam. En dan ga ik lekker rondlopen over de walletjes. Nou, nou tot ziens hè. Dag, 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 dag. Lieve mensen, het Klankcafé komt voort uit onze passie voor klassieke muziek. En deze show is mede mogelijk gemaakt door een fantastische bijdrage, geheel vrijwillig, door een enthousiast team van ongelooflijk professionele mensen. En de energie van, in willekeurige volgorde, Joost Basmeijer, Lize van den Anker, Jan-Willem de Vriend, Anne Wouters, Frank Melis, Christel Don, de concertzender, het team van Arti, het Residentieorkest, het Nederlands Symfonieorkest, het Concertgebouw en vooral jullie natuurlijk. Dank.
Tot de volgende keer. Dit was het Klankcafé. Voor meer informatie zie de Facebookpagina en www.hetklankcafé.nl.